Nou, we zijn hier weer bij Punch-Out en naast mij staat Irakesh en Dylan. Jongens, jullie gaan straks battle tegen elkaar. Hoe is het met de zenuwen? Volg mee. Gewoon rustig aan, ja. Gewoon rustig aan, ja toch. Chilling. Gewoon Dylan, jij? Zin in, man. Ja? Heel veel zin in, ja. Okay. Nou, enthousiast, dat is altijd goed. Hoe heb jij eigenlijk voorbereid voor Dylan? Sinds ik die e-mail heb gehad, ben ik gewoon tekst gaan schrijven en daarna de laatste twee weken alles in mijn hoofd stampen. Mm-hmm. Zo heb ik me voorbereid. Oké. Okay. En jij, Dylan? Pakt in een pen. Dat is een handig. Blaadje. Doen mensen dat echt nog? Pennen? Ja, man, ik kan gewoon lekker wegstrepen en onder elkaar zetten. Ja, oké. Okay. Keep it real. En ja, gewoon mind laten werken, man. Ja. En wat zijn soort van de puntjes waar je hem op had kunnen pakken of hebt gepakt, zeg maar? Moet je gewoon zo meteen kijken, man. Ik ga niet te veel van helpen. Nou, jongens, hij houdt het gewoon lekker spannend. En Irakesh, heb jij iets serieus waarvan je denkt van, nou, ik heb hem hier echt wel op kunnen pakken? Sowieso ook personals. Gewoon schema. Oh, personals ook? Ja. Maar kennen jullie elkaar? Nee, nee. Dat niet, man. Maar ik heb gewoon research gedaan. Oké. Okay. Dus ik kan personals verwachten, rijmschema, schemes, alles. Nou, ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ik hoop jullie ook. En ik zou er een leuke battle van maken, jongens. Komt goed. Is goed. Rustig, hè? Heren, welkom bij Punch-Out Battles Next Gen, man. Rapper aan mijn linkerkant, stel ze voor. Irakesh, 22 jaar, Den Haag, let's go. Yes, sir. Rapper aan mijn rechterkant. Dylan, 22 jaar, Purmerend. Let's go. Oké, dan. Iemand voorkeur om te beginnen? Ik begin, man. Dylan begint. Oké, we hebben anderhalf minuut op Dylan nadat het publiek even wat lawaai maakt hier zo. Let's get it. Begin januari. Ik kreeg een Punch-Out bericht in mijn inbox. Ik denk een foto die van hem voorbij kwam. Ik denk, what the fuck moet jij dan? In de bijstand zit een motherfucker die lijkt op een lookalike van een doorgespeeste Irakese versie van Jurgen Rijman. Wat is er in jou, kijk? Denk je, wat een dun en ieuw geval daar. Dude, jij bent net zo'n zielig sprietje als mijn allereerste balhaar. Na deze battle word je gewoon geswaffeld met een falafel op je... Shit op je waffel, inderdaad, man. Of geswaffel met een broodje warm, aloe akbar. Want ik kwam je moeder laatst tegen. Zegt ze, Deal, wacht. Ga mee naar mijn house. Ik heb zoveel lekker eten als je willen, schat. Ik denk, oké. Nog een 2 minuten binnen. Zet die bitch een R&B hip-hop-achtige track aan. Ik keek naar me alsof ze een fucking verblijfsvergunning op mijn gezicht zag. Ze begon te twerken alsof een chick uit de Rack City videoclip was. En mijn handen waren als Formule 1 autobanden. Omdat toen ze me begon... Mijn handen waren als Formule 1 autobanden, omdat toen ze me begon te rijden, ik voor ik het wist in een slip zat. En toen rook ik wat. Ik denk, wat is dat voor funky luchtje dat ik in mijn luchtkanaal kreeg? Aan Victoria's Secret slipje dat de plaats bleek te zijn, waarin zij allerlei verschillende vormen van schimmelsoortige kaas kweekt. Maar hey, dat is niet de enige reden hoor, waarom ik haar niet meer op de dag van vandaag spreek. Want haar schaamlippen waren zo dik, het leek net of die bitch met de kut de Kylie Jenner challenge gedaan heeft. Time. Let's go. Deze complete dwaas verandert zijn naam van Noise naar Dylan. In de hoop dat ik zijn love songs nooit zou vinden. Je faalt in het leven en ik kom met de oorzaak. Eer trekt mee met mij. Zeg je dat je scared bent en zit te wachten op een doorbraak. Die komt ook hier niet. Dit wordt een onopgeloste moordzaak. Omdat er woord voor woord een bar door je borst gaat. Mijn bar zijn toxic. Dus kom niks proberen. Mijn bar zijn toxic. Maar jouw stank is giftiger. De sfeer wordt grimmiger. De sfeer wordt grimmiger. Je bent de vijand van de beschaving, net als John Dillinger. Maar dat zou je willen, want zo stoer ben jij niet. Zet 10 kop op je hoofd en benoem je tot de public enemy. Van je fouten moet je leren, wanneer begrijp je dat? Als iemand jouw love songs draait, ga ramen kapot, breken dijken af. Je maar wijkt zich het zweten, het is al de 5e dag en ze is depressief. Want niemand wenst er een fijne dag, niet eens een kleine lach. Misschien komt het door haar baan, want ze is pijpen zat. En je dacht dat je in deze battle de leiding had?
Eén woord, misleiding. De grootste fout in je leven? Je inschrijving. Je moet jezelf inschrijven bij Aryan Brotherhood en Ku Klux Klan. Omdat je zo wit op je tracks klinkt en de kluts kwijt bent op aarde. Vanavond beland je in de operatiekamer. Deze white boy heeft sowieso een nazi-vader. Je bent zo slecht dat mensen om acceleratie vragen. Omdat ze nu frustraties dragen. Time. Geef de heer een applaus, hoor. Brainy, wat vinden we van Dylan? Ja, gooi maar weer op mij. Ja, toch? Oké, okay, iets korter houden. Aangezien ik nee heb gezegd tegen Woudo, ga ik nu nog iets strenger zijn. Want die was eigenlijk ook heel goed. Rakesh of Irakesh, hoe zeg je? Irakesh. Het? Irakesh. Hey, je kwam op het eind lekker op dreef, maar te lang stuk stil, man. Soort uitgebreide choke. Jammer, man. Beter voorbereiden. Ik zeg nee tegen jou. We hebben het nou over Irakeshes. Ja, of moest het niet? Ik zei eigenlijk Dylan, maar maakt niet uit, dan gaan we gewoon met Irakesh beginnen. Ik kan ook wel iets over Dylan zeggen. Laat me doen het gewoon één per keer. Irakesh, niet door? Nee. Klopt. Sorry. Ja, eigenlijk hetzelfde. Ik kan hiermee niet laten doorgaan. Het was net iets generiek. Ik mis echt soort van de diepe uitgedachte punches. Dat plus soort van semi-choke, stumble. Ja, sorry, dat is net niet goed genoeg. Dus, ja. Tim? Ik ben het eens met wat zij zeggen. Wat ik wel goed van je vond, was in het midden was je volgens mij even je tekst kwijt. Heb je twee bars gefreestyled die goed rijmden, heb ik het idee. En toen kwam je toch terug op je tekst. Dus doordat je zeg maar even freestylede, herpakte je jezelf. Dus dat betekent dat je wel de concentratie hebt om dit goed te kunnen doen. Ik zou werken aan je uitspraak wat beter, dat het beter landt qua delivery. En dan denk ik dat je in de toekomst nog een stuk beter kan worden. Maar voor nu is het nee. Je hebt al eerder meegedaan of zo, toch? Je naam komt me bekend voor, man. Ja toch? Dan kan het niet zijn omdat je voor het eerst meedoet of zo. Snap je? Nee. Je bent er al geweest, je weet hoe het werkt, ijs is al gebroken. Je had je beter kunnen voorbereiden en het veel beter gedaan, man. Snap je? Maar ja, niet goed genoeg voorbereid, helaas niet door, man. Oké. Okay. Dylan, Tim. Dylan vond ik. Ik vond het wel grappig. Ik vond je. Niet genoeg om door te laten, maar ook niet om niet door te gaan. Ik vond dat je het goed doet. Er zaten een paar dingetjes in dat je even kwijt was en opnieuw moest herpakken. Ja, dus ik denk een stukje betere voorbereiding. Het was heel erg moeder. Wat op zich bij een vorige wel goed werkte. Maar ja, op een gegeven moment dacht ik van, nou, je had wel wat meer invalshoeken kunnen pakken. Mm-hmm. Maar ik wil je wel in twijfel zetten. Ja. Klopt. Cool. Ja, ik hoor wat potentie in je, maar ik twijfel wel een beetje tussen nee en twijfel. Want ik denk als we in twijfel zetten, dan kom je in een groep en dan worden de beste uitgeselecteerd. Ik weet niet of je dat gaat redden, maar ja, dan heb ik ook zoiets waarom niet. Dus ik durf jou net nog in twijfel te zetten. Ik ben wel benieuwd wat de rest ervan vindt. Maar het moet echt heel veel stukken beter wil je echt in de league gaan battelen, absoluut. Oké, man. Brainy. Ja, Dylan, nu zal ik wel op jou ingaan. Ik vond het een frisse approach, frisse benadering. En je begon eigenlijk best wel sterk. Daarna had je even dat, je vergat het even. En dan inderdaad, man. En dan publiek hielp je even. Oké, dat was grappig. Maar niet op de manier zoals het grappig had moeten zijn. Dat vond ik wel echt jammer. Je hebt wel potentie, zeker. Ik zie er wel wat in, maar ik twijfel. En eigenlijk moet je niet door laten gaan, maar ik geef je het voordeel van de twijfel. Dus we hebben al drie twijfels. Tim had ook twijfel, toch? Mm-hmm. Ja, dus drie keer twijfel. Er zit sowieso in de twijfel, man. Ik hoor ook potentie bij jou. Alleen slechte voorbereiding, man. Ja. Gewoon slecht voorbereid. Maar hoe dan ook, niet door en twijfel. Heren, applaus. Dankjewel. Man. Dankjewel. Stem op mij. Dylan en Irakesh hebben net een battle tegen elkaar gedaan. Wat vond je van je allereerste battle bij POB? Kut, man. Waarom? Ik weet niet, maar ik zat gewoon voorheen, zat ik gewoon de hele tijd, ik zat die tekst op te lezen in mijn hoofd. En het enige wat mij ging van niet die tekst vergeten. Dus ik zat gewoon de hele tijd gefocust op die tekst. Waar ik tijdens de battle eigenlijk totaal niet op mijn entertaining zat. Ik zat alleen maar op mezelf te richten, man. En uiteindelijk heb ik me dat gekild, man. Ik ben wel een twijfeltje, dus sowieso, als je wel potentie in me ziet, ga gewoon stemmen, man. Ga even klikje Dylan en sowieso volgende keer Vlammeken. Wat had je en ga je misschien de volgende keer beter doen? Beter voorbereiden. Meer personals. Eigenlijk, ik kon niks met hem, man. Ik kon hem niet vinden op Facebook. Ik weet niet, heb je Facebook of niet? Je was goed verstopt. Ja, toch. Dus sowieso volgende keer misschien of de tegenstander wat niet minder verborgen is of zo. Dan kill that shit. Ja, je hebt jezelf goed verstopt voor hem online. Nee, dat niet, maar ik heb geen Facebook, daarom. Hoe vond jij jou, dit is de tweede keer dat je al meedoet, want je hebt vorig jaar ook meegedaan. Vond je dat je het beter had gedaan dan de vorige keer? Nee, want ik had een kleine stumbling. Daarna kwam ik wel weer op, maar
Het was al klaar toen ik die stammeling had, zeg maar. Nou, heb je commentaar gekregen dan van de jury? Kan je je een beetje vinden in die commentaar? Of heb je zoiets van, nou, dat klopt helemaal niet? Ja, ik vind gewoon dat ze gelijk hadden. Ik bedoel, ik had stammeling en daarna kwam ik wel, maar is niet genoeg voor de league, zeg maar. Maar wat ging er dan mis? Is het de voorbereiding of zijn het de zenuwen? Ik denk gewoon de zenuwen, man. Ik denk gewoon dat de zenuwen waren, want ik was wel een beetje zenuwachtig gewoon vandaag. Maar toen ik het podium opkwam, zo, het begon wel goed, zeg maar in het midden begon ik te stambelen. Dus ik denk gewoon de zenuwen. Betekent dit dat we jou gewoon bij de volgende auditie gewoon weer gaan zien en dat je dan wel doorgaat? Ik hoop het wel, ik hoop het wel. Je gaat me sowieso zien dan, ik weet niet wanneer de volgende auditie is. Volgend jaar? Volgend jaar, ja toch, dan zien we volgend jaar. En jij hebt dan een twijfelgeval, de mensen thuis die gaan over jouw lot beslissen. Waarom moeten ze echt op jou stemmen? Ja, waarom moeten ze echt op mij stemmen? Weet je, ik ben gewoon, technisch gezien breek ik gewoon iedereen bijna, maar... Het is er gewoon vandaag niet uitgekomen, man. En sowieso, geef me nog gewoon een tweede kans. En ik laat jullie gewoon geen teleurstelling zien, man. Het gaat gewoon goed komen. Dylan, het zit erin, zegt hij. Dus als je wil, kan je op hem stemmen. Op mij niet, maar dat hoeft ook niet, want ik ben hier altijd, man. Demo. Back.